Hallo CryptoCoiners, weer een wat langere video vandaag. En in deze video ga ik je laten zien hoe je met Bitcoin of met elke andere cryptomunt goud kunt kopen op een eigenlijk heel makkelijke manier. Het was niet altijd zo makkelijk, want als je een tijdje geleden goud wilde aanschaffen, dan moest je daarvoor of naar een goudkantoor waar je gewoon goud in cash kon betalen, of je deed het online via bijvoorbeeld websites als tegenwoordig goldmoney.com. Alleen je betaalt dan eigenlijk veel te veel. De commissies zijn enorm hoog. En je krijgt ook eens te maken met opslagkosten, want dat goud moet ergens worden bewaard. Of je moet het zelf bewaren, dan krijg je te maken met veiligheidsdingen. Waar sla je dat op? Koop je er een kluis bij? Kost ook weer geld, enzovoort, enzovoort. Kan dat niet makkelijker? Nou, dat kan inmiddels een stuk makkelijker en daar gaat deze video ook over. In deze video ga ik je laten zien hoe je met je Bitcoin of ander crypto geld op een hele makkelijke manier binnen echt een paar minuten goud kunt kopen. Goud dat echt fysiek goud is als je dat wilt, dat van jou is of dat voor jou ergens kan worden bewaard. Laten we beginnen even met goud op zich. Want de prijs van goud op dit ogenblik, als ik deze video opneem, het is 31 juli nu, is ongeveer $1,970, $1,980. Maar wat krijg je dan? Stel je geeft nu $1,974, $1,975 uit. Hoeveel goud krijg je daarvoor? Nou, daarvoor krijg je een zogenaamde troy ounce. En een troy ounce is 31,1 en nog een beetje gram. Oftewel iets meer dan 31 gram. Een ons goud is dus iets meer dan 3 troy ounces. En een kilo goud is ongeveer 32 troy ounces goud. Oké, dus 1 troy ounce, dat is de eenheid die wordt gebruikt. Dus geef je ongeveer $1,970 à $1,980 uit, dan krijg je daar 31,1 gram goud voor. Dat krijg je dan eigenlijk als je het fysiek zou kopen in de vorm van een staafje. En een voorbeeld van een grote staaf zie je hier aan de rechterkant op deze slide. Deze slide heeft een veel groter gewicht. Daar komen we zo meteen op terug. Dit is een staaf die eigenlijk wordt gebruikt door de groot goudbezitters. Maar kleine staafjes zijn er ook. Je kunt het wat dat betreft eigenlijk zo klein maken als je zelf wilt. Nou, goud heeft ook nog een zogenaamde zuiverheid. En die prijs van op dit ogenblik ongeveer $1,975, die betaal je voor 24 karaat goud. Oftewel goud met de hoogste mate van zuiverheid die er is. 100% haal je nooit. Dus er wordt eigenlijk altijd gesproken over 99,99%. Of over een getal, 9999. En als je goed kijkt, zie je dat hier ook op deze staaf staan. Dit is het puurheidsgetal, het zuiverheidsgetal. En dit is dus 9999, oftewel zuiverder goud dan dit bestaat. Dit is 24 karaat goud. Er bestaat ook 12 karaat goud, dat is, heeft dus een zuiverheidsgetal van 5000. Of er bestaat een zuiverheid van 8 karaat, dat is in Nederland officieel en heel Europa officieel geen goud meer. Maar in landen als Duitsland wordt dat nog wel als goud gezien. Je kunt 18 karaat kopen, dat is 75% puurheid enzovoort. Je snapt waarschijnlijk hoe dit werkt. Nou, ik zei het net al, goud wordt vaak bewaard in staven en zo'n staaf is eigenlijk altijd 99,99% puur goud. Er komt ook bij dat puur goud niet zo heel makkelijk is om te smelten. Daar betekent dat grotere staven makkelijker te maken zijn dan hele kleine staafjes. Dus als je een heel klein staafje wilt hebben, betaal je ook een hoop arbeidsloon. Daarom is het kopen van 10 staafjes van, laten we zeggen, 100 gram altijd duurder dan het kopen van 1 staaf van 1 kilo. Want er gaat een hoop tijd en werk zitten in het maken van zo'n kleiner staafje. En de reden dat de grote jongens die met dergelijke staven werken, zoals je hier ziet, daar kom ik zo meteen op terug, deze staven nemen, is met name de kosten. Want hoe groter zo'n staaf is, en dit is een grote staaf, deze is 12,5 kilo alvast, zo'n staaf is veel goedkoper om te maken, ondanks het feit dat die heel groot is, dan zo'n klein dingetje. Nou, als het gaat om de gewichten die je vaak tegenkomt, ik zei het al even, de 31,1 gram heb je natuurlijk, de 1 troy ounce, maar deze, de zogenaamde London Good Delivery Bar, dat betekent eigenlijk gewoon de bar zoals die ooit in Londen is bedacht, de staaf in Londen is bedacht, om goud te leveren, waarin goud kan worden geleverd aan groot goudbezitters, die is 400 troy ounces, plus of min. Soms zijn ze 430, soms 370, maar de norm is ongeveer 400 troy ounces. Dat is ongeveer 12,5 kilo. Hij is niet zo heel groot. Je kunt hem makkelijk in twee handen houden. Nou, makkelijk, hij is wel zwaar. 10 pakken suiker, 12 pakken suiker eigenlijk. Kortom, het ding weegt best veel. Maar hij is wel handzaam. Dus dat is wat een London Good Delivery Bar is. En het meeste goud op de wereld is ook zo opgeslagen. Een voorbeeld in Amerika. Amerika is de absoluut grootste goudbezitter ter wereld. De Federale Bank in Amerika heeft ongeveer op dit ogenblik voor, uit mijn hoofd, $250 miljard aan goud liggen.
allemaal in de vorm van deze grote 400 troy ounces staven. Daarna komt op dit ogenblik nog Londen met ongeveer 100, 150 miljard dollar. En een goede nummer 3, hard op weg om nummer 2 te worden, is China. Waar op dit ogenblik geloof ik ook zo'n 140, 150 miljard dollar aan goud ligt opgeslagen. En dat ligt opgeslagen in kluizen, vaak heel diep onder de grond. Af en toe gaat het een keer mis, dan wordt er eens een keertje een goudtransport overvallen. Dan zie je ze vaak met die grote stukken goud lopen. Dat zijn deze dingen dus, die London Good Delivery Bars. Want nogmaals, dit is eigenlijk de manier waarop goud voor de grote jongens, de grote banken, wordt opgeslagen. Maar je hebt dus ook deze vorm waar de goudprijs in wordt bepaald of in wordt uitgedrukt. En je kunt het eigenlijk zo gek maken als je wilt. Als je goud gaat kopen, dan kun je dat doen als kilo. Je kunt een ons kopen, je kunt 10 gram kopen, je kunt zelfs 1 gram goud kopen. Maar, zoals ik net al zei, hoe kleiner de hoeveelheid puur goud die je koopt, des te duurder het wordt per gram, omdat de productiekosten omhoog gaan. Dus je bent niet altijd erg goed af als je zegt, nou, ik ga zuinig aandoen. Ik koop telkens een grammetje en ik betaal ongeveer, wat zou een gram zijn? 1/30 van 1760 euro. Je betaalt in de praktijk vaak veel meer, omdat dan die kosten erbij komen. De vraag is dus of dat echt slim is om te doen. Nou, goud, dit is dus even wat de basisprincipes betreft. De prijs van goud, waar wordt die, op basis waarvan wordt die, waarin wordt die uitgedrukt? En hoe zit dat nou precies met al die staven? Goud heeft absoluut voordelen. Om te beginnen natuurlijk de koopkracht. Je kunt goud gebruiken als een heel mooi vangnet tegen datgene wat op aandelenbeurzen gebeurt. Als hedge, het wordt een hedge asset genoemd vaak. Om je te wapenen tegen enorme koersfluctuaties en aandelenschommelingen of aandelenprijsschommelingen. De belangrijkste reden voor het feit dat de waarde zo stabiel is, is dat goud niet zo heel erg, daar is niet zoveel van. Het is een schaars product. Er is niet zo heel veel beschikbaar. Hoeveel er precies beschikbaar is, daar lopen de meningen een beetje over uiteen. Het hangt echt maar vanaf wie je het vraagt. Ga ongeveer uit van tussen de 150 miljoen kilo en 230 miljoen kilo. Meer goud is er niet op de wereld te vinden op dit ogenblik. Het kan zijn dat er veel meer ligt, dat er gemined wordt, of dus gedolven wordt, en dat er nog meer naar boven komt. Dat heeft automatisch tot gevolg dat de prijs weer wat daalt, waardoor het wat minder interessant wordt om te minen of te delven. Op een gegeven moment wordt er minder gedolven, dan stijgt de prijs weer. Kortom, het lijkt wel crypto, het lijkt wel bitcoin. Goud is dus schaars. Dat is een belangrijk iets, want dollars en euro's zijn niet schaars. Daar is een onbeperkte hoeveelheid van beschikbaar en de komende werkelijk is elke dag steeds meer bij. Dat fenomeen wordt ook wel quantitative easing genoemd en gaat dus ten koste van jouw koopkracht. Daar kun je dus tegen beschermen door bijvoorbeeld iets schaars aan te schaffen dat waarde heeft zoals goud. Want goud behoudt zijn waarde. Als je bijvoorbeeld zou kijken naar de prijs van goud precies 50 jaar geleden, dan is goud in die 50 jaar tijd meer dan 50 keer zoveel waard geworden. Je betaalde 50 jaar geleden ongeveer $39 voor een troy ounce. En nu betaal je ongeveer $1975 voor een troy ounce. Dat is ruim 50 keer zoveel, 52 keer zoveel. En als je dat zou omrekenen in een jaarrendement, hè, zo'n rente-op-rente systeem, wat we bij cryptocoiners veel gebruiken, dan praat je over een jaarrente van volgens mij 8,1% of is dat 8,2% per jaar. Kortom, dat is een hoog rendement. Dat krijg je niet bij de bank. Probeer maar eens te sparen op dit ogenblik bij de bank. Gewoon een spaarrekening waarbij je je geld elke dag kunt opnemen en er weer wat andere dingen mee kunt doen. Probeer maar eens een spaarrente te krijgen van 8%. Nee, het gebeurt niet echt. Sterker nog, het kost alleen maar geld om te sparen, want de inflatie is hoger dan als je al rente krijgt, de rente die je krijgt. En als je te veel spaart, dan zegt de bank, daar ga je voor betalen. Jij parkeert je geld bij ons en daar mag je ons een kleine, maar toch absoluut aanwezige rente voor betalen. Overigens, als je afvraagt hoe dat met de prijsontwikkeling van goud zit in, laten we zeggen, de afgelopen 10 jaar. Nou, dat is bijna 2 keer zo hoog. 10 jaar geleden kostte goud ongeveer iets meer dan $1000. Nu betaal je er bijna $2000 voor. Kortom, een bijna verdubbeling van goud in 10 jaar tijd. Dat laat zien dat de markten onrustig zijn, dat mensen daar bang voor zijn en dat mensen dus vluchten in iets dat schaars is, zoals bijvoorbeeld goud. En als veel mensen iets willen hebben dat schaars is, dan gaat, zo werkt de economie nou eenmaal, dan gaat de prijs van dat schaarse middel automatisch omhoog. En hoe onrustiger aandelenmarkten zijn, hoe onstabieler of instabieler een economie, een wereldeconomie is, des te beter is dat voor de prijs van goud. Tegelijkertijd, als je je portfolio hebt om in te beleggen, 100% goud is dus ook niet wat je zoekt. Want als de aandelenmarkten stabieler worden, als de wereldeconomie stabiel wordt en weer langzaam begint te groeien, dan zul je zien dat jouw goudprijs daarbij achterblijft. Kortom, het is altijd een kwestie van diversificeren, waarbij je zou kunnen zeggen, oké, ik heb een aantal dingen in mijn mandje zitten, goud,
zilver, euro's, crypto, uiteraard crypto, aandelen, misschien onroerend goed, misschien obligaties. En ik houd dat in balans via een systeem dat ook wel dollar cost averaging wordt genoemd. Heb je misschien wel eens een crypto coiners een video over gezien. Oké, maar wat goud betreft, voordelen dus, er is niet veel van te vinden en het behoudt absoluut zijn waarde. Er zijn ook nadelen. Het eerste nadeel is dat je goud niet zo heel makkelijk kunt bewaren. Het kan wel, maar als je het thuis hebt liggen, moet je het vaak wegstoppen in een kluis. Moet je ook weer kopen. Je blijft natuurlijk altijd zorgen houden dat inbrekers er niet met je hele kluis van doorgaan. Ik ken iemand, daar is dat daadwerkelijk bij gebeurd. Die heeft gewoon een hele kluis meegenomen met alles wat erin zat. Bovendien is het heel lastig om goud, behalve te bewaren, ook te transporteren. Dus sterker nog, dat levert je al heel snel veel problemen op. Als jij legitiem probeert om met een paar goudstaven, dat zijn er helemaal niet zoveel, een stuk of 6-7 goudstaven, kleine goudstaafjes van 1 troy ounce per stuk. Als je probeert daar de grens mee over te komen, dan heb je meteen al de douane achter je aan. Die wil van alles van je weten, hoe je aan dat goud komt, wat je denkt ermee te gaan doen, voor wie bestemd is. Kortom, dat wordt een langdurige grensovergang, bezoek. En als je het probeert mee te smokkelen, dus je meldt het niet, ook bij een Europese binnen een Schengengrens en je wordt aangehouden en ze vinden dat goud, dan heb je heel wat uit te leggen en het kan zomaar zijn dat dat goud meteen in beslag wordt genomen. Je eerst maar heel lang moet wachten voordat je dat weer terugkrijgt. Goud wordt wat dat betreft gezien als een ideaal witwasmiddel. En een ideaal middel om criminele activiteiten te financieren. Kortom, daar wil je voor oppassen. Goud kun je niet zo makkelijk meenemen. Los daarvan is er nog iets anders. Goud kan in beslag worden genomen. Of het kan worden genationaliseerd. Dat is iets anders. In beslag nemen betekent gewoon, de staat eist jouw goud op en vanaf dat moment is het niet meer van jou. Wat er in Amerika gebeurde in 1933, vlak voor de crisis toen, of tijdens de crisis toen, is dat de Amerikaanse staat zei van, jij moet nu je goud aan ons verkopen. Wij nationaliseren het goud. Het wordt van de natie, het wordt van de staat. En dat doen we door jou een bedrag te bieden dat lager ligt dan de prijs die je op de vrije markt zou krijgen. Maar het voordeel is, je gaat de gevangenis niet in. Want als je dat goud niet aan ons verkoopt en we komen erachter dat je goud hebt, word je aangeklaagd en daar staat een gevangenisstraf op van minimaal 12 maanden. En er zijn daadwerkelijk mensen de gevangenis ingedraaid omdat ze hun goud niet aan de staat hebben verkocht. Dan zou je zeggen, ja, dat was Amerika, dat was 1933, bijna 100 jaar geleden. Zo'n vaart loopt het niet, dat zal hier in Europa nooit gebeuren. En het antwoord is, dat zou inderdaad zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen dat dit in Europa nooit gebeurt. Af en toe vind je op YouTube en ook op het web allerlei blogs en video's waarin doemedenkers zeggen van, ah, pas op, want de staat kan morgen jouw goud opeisen en dan ben je het zomaar kwijt. Nou, zo is het ook weer niet. Het is wel zo dat de staat in principe in staat zou kunnen zijn om jouw goud op te eisen, want er bestaat een wet. Of sterker nog, er bestaat een wet die niet live is, die is niet actief, maar die kan geactiveerd worden. Die kan worden uitgevaardigd of die kan dus in werking treden. En dat is de zogenaamde noodwet 1978, de noodwet financieel verkeer 1978. Toen is hij bedacht, hij is onlangs 11 jaar geleden, in 2009, is hij verlengd. Dus hij is nog steeds actief. Alleen de wet zelf is nog niet in werking getreden. Die wet bestaat trouwens uit heel veel hoofdstukken, heel veel paragrafen, volgens mij een stuk of 40 of zo. Dit is artikel 26. En die wet is speciaal bedoeld om in tijden van nood, als er echt iets heel serieus aan de hand is, het financiële verkeer te kunnen managen. En die wet kan alleen maar van kracht worden als de minister-president, die moet dat als eerste doen, de wet voordraagt aan de koning en die moet dan een handtekening zetten, het koninklijk besluit valt dan. En vanaf dat moment is die wet actief en dan kunnen ministers zich op die wet beroepen. Bijvoorbeeld om, zoals je hier in dat vette stukje tekst ziet staan, goud te vorderen. En dat betekent dus letterlijk dat als deze wet zou worden geactiveerd, dan moet er wel een situatie zijn, want we leven allemaal nog in een democratie, die daar aanleiding toe geeft. Echt een grote noodtoestand. Maar als die wet wordt geactiveerd, dan zou het kunnen dat je goud in beslag wordt genomen. Je goud is dus dan niet meer van jou. Dus ik wilde hiermee even nuanceren dat de soep niet zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend, maar dat het wel degelijk iets is om misschien rekening mee te houden als je over heel veel goud beschikt, als je heel veel goud hebt. Hoe los je dit soort dingen op? Hoe werk je om deze nadelen heen en profiteer je maximaal van de voordelen van het hebben van goud? Nou, dat doe je dus niet met fysiek goud. Tenminste, niet meteen. Fysiek goud levert automatisch het probleem op van transport en bewaring. Dus hoe langer je dat goud ergens anders kunt laten liggen, terwijl het wel van jou is en je er weinig kosten voor betaalt, des te beter je af bent. Nou, daar is een fantastisch systeem voor uitgevonden, Pax Gold. En als je je afvraagt,
hij is niet voor niks zo enthousiast. Wat heeft hij eraan? Ik kan je open en eerlijk zeggen, ik heb geen enkele affiliatie, welke vorm dan ook, met Paxos. En ook niet met Pax Gold, één van hun tokens. Paxos ken je misschien van de Pax, de virtuele, of niet virtuele, de stablecoin die een dollar vertegenwoordigt, een echte dollar. Daar is Pax ooit mee begonnen en nu hebben ze ook Pax Gold. Ze accepteren geen affiliates, gelukkig maar. Het is een volledig bonafide bedrijf, daar kom ik zo meteen nog even op terug. En ik heb dus ook geen enkele affiliatie. Ik word er niet beter of slechter van als je dit gaat doen, maar ik doe het zelf wel. En omdat ik zelf Pax Gold heb, had ik zoiets van, ik moet je absoluut gaan uitleggen hoe jij er ook aan kunt komen. Want zoals hier op deze slide al staat, Pax Gold geeft je eigenlijk alle voordelen die goud je geeft, maar je hebt niet de nadelen van die ik je net heb laten zien. Laten we eerst even kijken, wat is Pax Gold nou precies? Nou, allereerst, het is een token. Het is een cryptomunt. Hij draait op de... Het is eigenlijk een smart contract. Als je weet wat dat is, dan begrijp je nu hoe het spelletje werkt. Het is niet de enige token. Er zijn duizenden tokens, maar dit is er ook eentje. De Pax G is de naam van de token. Hij draait op de ERC20 blockchain, op de Ethereum blockchain. Dat betekent tegelijkertijd, als je een wallet hebt die ERC20 ondersteunt, kun je daar dus ook je Pax G tokens in bewaren. En ik noemde de naam Paxos al even. Pax Gold is van Paxos. En Paxos is een zogenaamd trustbedrijf. Dat kennen wij eigenlijk niet echt in Nederland. Ze bestaan wel, maar er is geen Nederlands woord voor. Trust companies zijn oorspronkelijk uit Engeland afkomstig. Er zijn eigenlijk bedrijven die zwaar worden gecontroleerd, die een vermogen beheren van anderen. Trustees, misschien heb je niet helemaal eens gehoord. En Paxos is zo'n trustbedrijf. En Paxos, even een slokje water. Paxos moet voldoen aan extreem strenge regelgeving. Ze zijn gevestigd in de staat New York en ze voldoen aan alle richtlijnen, alle regels. Die zijn opgesteld door het ministerie van Financiën van die staat. En bovendien wordt alles wat ze doen op financieel gebied, hun dollars die ze hebben, de Pax coin, ook een token, en ook goud, hun Pax gold coin of token, die worden streng gecontroleerd door een accountant. Want voor elke Pax G token ligt ergens opgeslagen, dat is overigens in Engeland, bij Brinks, dat is een van de grootste goudopslagbedrijven ter wereld, ligt daadwerkelijk 1 troy ounce. Oftewel, het ligt niet in de vorm van 1 troy ounce staven, er liggen van die grote staven, die staven van 400 troy ounce, van 12,5 kilo. Maar als jij een Pax token hebt, heb je dus fysiek een klein beetje van die 12,5 kilo staaf in bezit. En je kunt ook daadwerkelijk, als je dat wilt, die staaf bij je laten bezorgen. Als je op een gegeven moment zoveel hebt opgebouwd, omgerekend, dat zou nu zijn $600,000, geloof ik, met de huidige prijs ongeveer, $800,000. Als jij $800,000 aan Pax G zou hebben, dan kun je daadwerkelijk zeggen, laat me doorkomen die staaf van 12,5 kilo. Ik bewaar bij mijzelf wel ergens in de kluis. Maar je kunt ook op andere manieren de Pax G die je hebt omzetten in echt goud als je dat zou willen. Daar kom ik zo meteen op. Dus voor de zekerheid, elke token is geborgd door echt goud. Er bestaan niet meer tokens dan dat er troy ounces goud in bezit zijn van deze trust company. En een accountantskantoor, een groot accountantskantoor, controleert dat elke maand en rapporteert daar ook elke maand over. En het ministerie van Financiën in New York controleert dit ook regelmatig. Deze gasten staan onder extreem streng toezicht. Dat is een van de redenen dat Binance, de grote exchange, gebruik maakt van Pax, van de diensten van Pax, om hun eigen dollar stablecoin uit te geven, de BUSD, de Binance USD. Dat is gewoon een Pax. Het is niks, of de Paxos wordt het ding genoemd. Dat is gewoon een Pax token, een virtuele dollar, een stablecoin. Wat ik al zei is, je kunt die Pax G tokens omwisselen in echt goud. Dat kun je op een groeiend aantal manieren doen. Er zijn steeds meer bedrijven, ook in Europa, waar je gewoon terecht kunt met je tokens. En kunt zeggen, ik wil hier nu graag, ik wil ze omwisselen in echt goud. Stuur het maar naar mijn huisadres. En andersom kan ook. Je kunt met je echte goud naar zo'n bedrijf toe lopen en zeggen, hier is mijn goud. Ik wil er nu graag tokens voor hebben, Pax G tokens. En die worden ook speciaal voor jou op dat ogenblik geslagen, die tokens. Die worden daadwerkelijk gecreëerd door Paxos. Paxos is de enige die tokens kan maken en kan verbranden. En zo werkt het eigenlijk in principe, in grote lijnen. Jij brengt wat goud naar Paxos, al dan niet via een tussenpersoon. En Paxos neemt dat goud van jou aan, slaat het op in de kluis bij Brix in Londen en creëert vervolgens een aantal tokens. Jij brengt nu een aantal tokens naar Paxos, al dan niet via een tussenpersoon. Paxos haalt voor jou het goud uit de kluis en verbrandt die tokens. Dus het is een 1-op-1 relatie. De hoeveelheid tokens die er zijn bij Paxos staan rechtstreeks in relatie tot de hoeveelheid goud die beschikbaar is.
En het mooie is, je kunt dat ook online zien. Als je eenmaal wat Paxos hebt gekocht, of sorry, Pax Gold hebt gekocht, ga je naar de Paxos website. Je hoeft niet eens ingelogd te zijn. Je gaat naar de Paxos website, je tikt het Ethereum adres in van jouw token. Dat vind je gewoon in je wallet terug. Als het dus in een wallet staat die van jou is. Een zogenaamde eigen wallet, een wallet waarvan je zelf de keys hebt. Je weet het, not your keys, not your crypto. Je tikt dat Ethereum-adres in en je krijgt meteen een melding, zoals je hier ziet, van Pax G. Nou, de hoeveelheid tokens die zijn opgeslagen op dit Ethereum-adres komen op dit ogenblik overeen met een balans van ongeveer, in dit geval hier een voorbeeldje, 0,3 Pax G. En dat is letterlijk, je ziet hier ook staan, deze hoeveelheid tokens komt overeen met deze fysieke hoeveelheid goud. En zou je zeggen, nou, hartstikke leuk, zo kan je zelf ook wel verzinnen, maar hier staat het feitelijke rapport, namelijk welke staaf hoort daarbij. En daar hoort op dit ogenblik deze staaf bij. Dit is het serienummer van die staaf. Je ziet, ze hebben er nogal wat liggen. En die staaf komt hier vandaan. Die is ooit in Rusland gemaakt. Heeft een gewicht van iets meer dan 400 troy ounces, namelijk 415. Is voor 100% of 0,99% puur, oftewel 4 negens op een rij. En er is een verschil in hoe dit wordt uitgedrukt. De fine weight is altijd iets lager dan het bruto gewicht. Heeft te maken met troy ounces en gewone ounces. Vergeet dat verder maar. Dit verandert wel regelmatig. Als je een nieuw bijkoopt, dan kan het zomaar zijn dat je een andere staaf krijgt toegewezen. Maar tot het moment dat je daadwerkelijk meer hebt in tokens dan één staaf waard is, dan heb je een vaste staaf. Die is dan ook echt van jou. En zoals gezegd, zij bewaren die voor je als je dat wilt bij Brinks in Londen. Maar je kunt hem ook laten bezorgen. Even met de DHL een staafje goud van 12 kilo thuis laten bezorgen. Een ludiek verhaal lijkt me dat. Dus dit even wat het verhaal met Pax G betreft. Ik praat best vaak over Pax G. Ik heb het volgens mij al eens een keer over gehad tijdens een CryptoCoins Café sessie of in een clinic. Ook op de barbecue kom ik wel eens wat mensen tegen die bijvoorbeeld nu op Gold Money hun geld hebben staan en aan mij vragen of hun goud hebben. En aan mij vragen hoe ik dat dan doe. En dan begin ik altijd te vertellen over Pax G. En dan komen er eigenlijk altijd een aantal vragen op. En ik heb een paar van de belangrijkste vragen even op een rij gezet. De eerste is, wat kost dit? Want ik betaal bij Moneygold, betaal ik zoveel per mil per jaar of per maand voor het opslaan van mijn goud. Maar ja, het is allemaal nog wel gunstig om te doen, want de goud stijgt toch per jaar 8%. Dus kortom, ja, het zonde van het geld. Maar goed, dat is nou eenmaal wat je betaalt als je bewaart. En wat betaal jij dan voor het bewaren van jouw Pax G goud? En dan zeg ik altijd niks, want dat kost niks. Het bewaren van het goud kost echt gewoon helemaal niks, nul. En als je dat zegt, dan zeggen ze bijvoorbeeld, ah, oké, er is niet zoiets als helemaal gratis. Die jongens moeten ergens aan verdienen. Kortom, als dit niks kost, dat bewaren van het goud, waar betalen zij dan de hypotheek van? Hoe kun je voorkomen dat dit een scam is of iets dergelijks? Hoe kun je weten dat dit geen scam is als het hun niks oplevert? Nou, het levert wel wat op. Je betaalt namelijk wel als je bij hun op de Paxos.com site goud koopt. Dus tokens koopt. En dat is ook niet zo heel goedkoop. Wat je betaalt is volledig onafhankelijk van hoeveel je koopt. Sterker, hoe meer je koopt, hoe minder het wordt. Maar dat begint met $60. Niet schrikken, jij gaat die $60 absoluut niet betalen. Nooit betalen, als je dat niet wilt. Maar als je grote hoeveelheden goud bij hun zou willen kopen, of tokens bij hun zou willen kopen, of goud aan hen zou willen verkopen, in ruil voor tokens, dat is hetzelfde. Dus als je tokens zou willen kopen, in ruil voor jouw goud, of goud van hen zou willen hebben in ruil voor jouw tokens, dan betaal je een burn fee en een creation fee. Oftewel, je betaalt dan voor het maken van de tokens en je betaalt voor het verbranden van de tokens. En dat is 0,2 uit mijn hoofd. 0,2 Pax G. Oftewel, op dit ogenblik is dat ongeveer 340 of zo, klopt dat? Ja, $340. Dat is best wel, ik hoop dat ik het goed uitdruk, dat is best wel veel geld. Alleen, dat zul je nooit doen als klein goudbezitter. Dan maak je gebruik van een hele andere manier om aan je Pax G te komen. Maar daar betalen zij de hypotheek van. Plus, er zit een commissie op het versturen van Pax G via het Ethereum-netwerk. En die commissie pakken ze ook. Ik praat niet over de gas die je sowieso betaalt als je via het Ethereum-netwerk wat verstuurt. Op elke Pax Gold transactie die je doet, betaal je een lage commissie hoor. 0,2% of zo. Maar dat is wel 0,2%. Oftewel, dat is ongeveer de fee die je bruto ook aan Binance betaalt als je daar een trade zet. Dus dan weet je een beetje op welke relatief lage bedragen je moet rekenen. Maar daar halen zij dus hun omzet en winst uit. Dit wordt ook vaak gevraagd, oké, hoeveel goud moet je dan kopen? Moet je dan in één keer een hele troy ounce kopen? Moet je één token kopen of kun je ook kleiner kopen? Nou, bij Paxos zelf kun je al 0,1 token kopen. Maar ja, dan betaal je dus een hoop. Het is trouwens niet 0,2, het is 0,02. Het is ook geen $370, ik weet het wel. Het is $75 ongeveer, dat betaal je aan commissie. Je betaalt, je moet minimaal 0,1 token kopen als je dat bij Paxos doet. Maar als je je tokens koopt op een exchange, en dat gaan we straks doen,
Dan kun je ook veel minder kopen dan 0,1. Dan kun je volgens mij zelfs tot 8 cijfers achter de komma kopen. Oftewel voor een euro of 2 euro kun je al aan goud komen. Dus heel weinig. Maar nogmaals, hoe weinig je ook koopt, er hoort altijd een staaf goud bij. Een gedeelte van die staaf goud, waar jij dus het serienummer van hebt. En als je op een gegeven moment zegt van, nou, ik heb nu wat tokens bij elkaar verzameld, of ik heb nog niet eens e-token bij elkaar verzameld, maar ik wil er nu goud van maken. Hoe doe ik dat? Nou, er zijn heel veel, en er staat een complete lijst op de website van paxos.com, een complete lijst van wisselkantoren waar je gewoon heen kunt gaan met je tokens en fysiek goud kunt meenemen, of je kunt het online doen. En je vindt trouwens links naar de belangrijkste websites die hier te maken hebben op onze website www.cryptocoiners.nl/goud, zodat je nog even kunt opzoeken online hoe het precies werkt, de whitepaper even doorlezen enzovoort. Maar het omwisselen van tokens in goud en het omwisselen van goud in tokens is ook niet eens zo heel erg moeilijk. Dat is ook maar een kwestie vaak van een website bezoeken, inloggen, je tokens doorgeven, je identiteit, dat moet je wel verifiëren natuurlijk als je echt goud koopt, laten checken. En dan komt het gewoon naar je toegestuurd. Of jij stuurt het naar hen op en dan krijg je de tokens ervoor terug. Maar ik zei het al, wij gaan natuurlijk niet 0,1 of meer tokens kopen bij Paxos en die voor ons laten creëren, zodat we een enorme opslag betalen van 0,2%. Wij gaan het anders doen. We gaan er gewoon in handelen eigenlijk. Want er zijn al exchanges, en dat worden er steeds meer, waar je kunt handelen in PaxG. Op het moment dat ik deze video opneem, kan het nog niet op de grotere exchanges zoals Binance. De exchanges waar het wel op kan uit mijn hoofd, de wat bekendere exchanges, zijn Kraken en HitBTC. Daar kun je daadwerkelijk traden met PaxG. Dus PaxG tegen de euro, PaxG tegen de dollar. Dus als je daar een account al hebt, ja, dan is het super makkelijk. Dan hoef je verder, kun je deze video verder overslaan, de rest hiervan. Want dan is het gewoon een kwestie van daar even inloggen. Gewoon je bitcoin of je euro of zo omtraden naar PaxG. Klaar ben je. Maar heel veel van onze cryptocoiners hebben dat niet. Dus ik ga zo meteen een andere manier laten zien om dat te doen. Waarbij het doel uiteindelijk is natuurlijk wat PaxG te kopen. Zodat je goud hebt, zodat je wat recht hebt op goud. En dat door te sturen naar een eigen wallet. Zolang het goud, de PaxG bijvoorbeeld staat bij Kraken of bij HitBTC. Of bij de wallet van Paxos zelf, want die hebben ook een wallet. Die hebben trouwens ook een exchange, schiep er nou te binnen. Maar zolang het geld daar staat en het goud, is het niet van jou. Not your keys, not your crypto. Dus je wilt eigenlijk op termijn er alles voor zorgen dat het goud of de PaxG, de token, in je eigen wallet staat. En ik ga je zo meteen laten zien hoe je dat doet. Een andere vraag die altijd wordt gesteld, zeker als ik praat met mensen die al goud hebben, is dit goedkoper dan als ik het op goldmoney.com zou doen? Nou, ik kan je vertellen, ik heb dat laatst eens uitgerekend, maar daar hoef je geen atoomwetenschapper voor te zijn om te bepalen dat het natuurlijk altijd goedkoper is. Het is ongelooflijk veel goedkoper. Als je een tiende token, of sorry, dus zeg maar 0,1 token, oftewel ongeveer 0,3 troy ounce, ongeveer 0,1 troy ounce, dus ongeveer 3 gram, goud zou kopen bij goldmoney.com, betaal je ongeveer 20% meer dan dat je betaalt als je een tokentje koopt via Paxos. En als je dat dus doet, niet bij Paxos zelf, maar op de manier die ik je zo meteen laat zien. En dat is een volledig legitieme manier, we doen niks illegaals of zo. Je maakt gewoon gebruik van het feit dat je aan het traden bent en dat er exchanges zijn waar dit op wordt gedaan. Kortom, dit is absoluut een stuk goedkoper dan niet alleen goldmoney.com, maar ook al die andere clubs waar je goud kunt kopen. Ik durf nog een stap verder te gaan. Het is eigenlijk, als je wat verstand hebt van crypto en als je bereid bent om even in deze materie te duiken, dus deze video te bekijken en dat soort dingen, ja, dan bespaar je gewoon bij elke aankoop en verkoop van goud die je op deze manier doet echt heel veel geld. Vandaar dat ik ook deze video maak. Nou, dan komt altijd natuurlijk aan het eind van al die vragen komt de allerbelangrijkste vraag. Hoe doe ik dat nou? Hoe kan ik dit nou zo snel mogelijk regelen? Ik ga er even vanuit dat je geen account hebt bij Kraken. Dat je geen account hebt bij HitBTC, waar ik overigens op dit ogenblik ver weg van zou blijven. Daar gaat het niet zo heel goed mee als ik alle verhalen zou moeten geloven die ik hoor. En veel van die verhalen geloof ik. Kortom, je hebt het allemaal niet. Dit sluit een beetje aan op datgene waar ik toevallig volgens mij 2-3 weken geleden een video over heb gemaakt. Maar geen zorgen, je hoeft niks te investeren. Namelijk crypto.com. Een paar weken geleden heb ik een verhaal verteld over die Visa debitcard. Misschien herinner je dat nog, de MCO Visa debitcard. Inmiddels wordt dat ding door al heel veel cryptocoiners gebruikt. Ik heb daar straks nog een slide over bij iemand heel enthousiast verteld wat hem gebeurde toen hij deze kaart aan iemand liet zien. Mensen gebruiken die debitcard om te betalen bij tolwegen in Frankrijk. Heb ik gisteren gelezen bij ons op
in de chatgroep. Ik gebruik mezelf ook. Ik reken tegenwoordig af bij restaurants en zo met dergelijke, met die kaart. Omdat je namelijk geld terugkrijgt. Als je het een beetje slim speelt en je bent bereid een klein beetje MCO of een beetje geld vast te zetten, kun je flink besparen op al je uitgaven. 10% korting bij de McDonald's bijvoorbeeld tot eind september. Bij de Aldi, bij de Lidl. Je krijgt gewoon veel korting als je met die kaart betaalt. En ik laat je straks nog wel even wat meer zien over die kaart, maar ik heb daar een hele video over gemaakt. En deze video gaat niet over die kaart. Die kaart heb je niet nodig om dit te kunnen doen. Wat je wel nodig hebt, is een account bij crypto.com. En ik ga je precies laten zien hoe het dan werkt. Eigenlijk super simpel. Het zijn een paar stappen waar je even aan moet wennen. Dus vandaar deze video, dat je er nog een paar keer doorheen kunt kijken. Maar het is echt niet moeilijk om dit te doen. Nou, wat ga ik zo meteen met je bespreken? We gaan even kijken naar de crypto.com app, die ik ook al in die andere video heb laten zien. En overigens, als je die app niet hebt geïnstalleerd, gebruik deze link. Dit is een, zeg erbij, dit is een affiliate link. Dit is wel een affiliate link, maar je profiteert hier maateloos van als je ooit besluit, wanneer dat ook is, om een kaart erbij te nemen. Een rode, een groene, een donkerblauwe, een witte of een zwarte. Als je dat doet, en je kunt een blauwe kaart kun je gratis krijgen. Maar als je besluit voor deze kaart even wat geld bij hun te parkeren, dat geld blijft van jou, je krijgt het ook weer terug. Dan heb je opeens mogelijkheden als cashbacks en zo, enzovoort, enzovoort. En dan krijg je $50 startegoed. Dat is een gouden deal. Vandaar, je kunt hem gebruiken wanneer je wilt. Ook als je besluit hem nooit te gebruiken. Wees clever en gebruik deze link als je de crypto.com app nog niet op je smartphone hebt geïnstalleerd, want later kun je dat niet meer doen. Dus deze link. Oké, dus die app gaan wij zo meteen ook gebruiken. En wat ik alvast gedaan heb, bij die app hoort namelijk een wallet. Dat zeggen we wel, dat is een custodial wallet. Dus de wallet is van crypto.com. Daar wil je dus niet al te veel geld op zetten, want ja, als er ooit wat gebeurt met crypto.com, ben je dat kwijt. Dus ik heb er ook niet zo heel veel op staan. Ik stuur het eigenlijk altijd over, vlak voordat ik er wat mee ga doen, of vlak voordat ik ga uitgeven of zo. Maar je gebruikt die wallet wel om uiteindelijk Pax Gold mee te kopen. Dus ik heb dat alvast even voorbereid voor deze video. Ik heb vanochtend even wat Bitcoin naar die wallet gestuurd. En ik ga je zo meteen laten zien wat ik ermee ga doen. Maar als je wilt weten hoe ik dat heb gedaan, kijk dan even naar die video over die MCO Visa Debit Card. De link daarnaartoe vind je ook op die cryptocoiners.nl/goud pagina, waar je de link onderaan op deze pagina ziet staan. Dus zo meteen hebben we een wallet in een app, de crypto.com app, op mijn iPhone. En daar staat al wat Bitcoin op. En met die Bitcoin ga ik in de app zelf traden, min of meer. Ik maak gebruik van de crypto.com exchange. Die zit ingebouwd in de app, zeg maar. Om wat Pax G te kopen met de hoeveelheid Bitcoin die ik daarop heb staan. En als ik dat eenmaal heb gedaan, dan zou ik kunnen zeggen, nou weet je wat, nu stuur ik het naar een willekeurige wallet. Ik neem het gewoon op. Ik doe een withdrawal, zoals het heet. En ik stuur het naar mijn Exodus wallet of naar Binance. Nou, Binance heeft geen zin, want Binance doet geen Pax G. Je wilt het naar een wallet sturen waar jij de sleutels van hebt, die Ethereum tokens ondersteunt. Dan heb je altijd weer toegang tot die Pax G. Nou, genoeg gepraat. Het is tijd om even te laten zien hoe dat nou eigenlijk in de praktijk precies werkt. En daar start ik even mijn iPhone voor. En dan gaan we eens even kijken hoe dit allemaal precies in zijn werk gaat. Oké, hier is het scherm van mijn iPhone met daar even één app op. Ik heb er even een apart scherm voor aangemaakt. Dat is de crypto.com app. Die kun je gewoon downloaden in de App Store. Maar dat zou ik dus niet doen. Ik zou hem downloaden via de link die ik je net heb gegeven. Dan krijg je namelijk automatisch de mogelijkheid om, als je dat ooit gaat doen, als je ooit zo'n kaart gaat, zo'n wat luxere kaart gaat bestellen, om gratis $50 te goed te hebben. Dat is altijd mooi meegenomen. Kun je een paar keer lekker voor uit eten bij bijvoorbeeld de McDonald's. Krijg je nog eens 10% korting. De crypto.com app zie je hier voor je. Deze is geïnstalleerd. Hij is ook gekoppeld aan mijn kaart. Die heb ik overigens hier. Dit is mijn crypto.com kaart. Je ziet er staat een saldo op van iets meer dan €400. En dat saldo zie je niet hier op deze pagina. Dat zie je hier op de accounts tab. Dan zie je hier dat ik een MCO Visa Card wallet heb met €89 erop. En je ziet hier mijn crypto wallet en daar staat op dit ogenblik 50 MCO op. Die heb ik vastgezet. Dat heb ik gedaan om cashback te kunnen krijgen. Ik krijg nu op dit moment geloof ik 2-3% cashback op alle betalingen die ik doe met mijn MCO Visa Card. En ik heb ook wat Bitcoin hierop staan, namelijk 0,017 zoals je ziet, oftewel 160 euro en 83 cent, de prijs net wat gestegen, aan Bitcoin. Dus dit is de hoeveelheid Bitcoin. En deze Bitcoin gaan wij zo meteen gebruiken om goud mee te kopen. Sterker nog, dat gaan we nu doen. Dat kan op een paar manieren. En daarom zeg ik het altijd handig om dit soort dingen even te bekijken. Het is niet zo heel moeilijk om het voor elkaar te boksen, maar je moet het even weten. Er zijn eigenlijk twee basismanieren om op het juiste scherm te komen. De eerste manier is deze.
En die werkt eigenlijk alleen maar als je van Pax Gold, je ziet hem hier in het lijstje staan, een zogenaamde favoriet hebt gemaakt. Dat heb ik gedaan. Als je dat niet hebt gedaan, staat hij er niet bij. Dan is de beste manier eigenlijk om hierop te klikken, op de middelste. Die Monaco-knop die je daar in het midden zag staan. Deze knop die met dit logo. Ik wijs naar mijn scherm, daar zul je niet veel van zien in deze video. En dan zie je een aantal opties. En de optie die je kiest is Wallet. Deze, die hierboven staat. Wallet. Dan ga je naar het overzicht van jouw wallets toe. En dan zul je even moeten scrollen. Dan zul je even moeten scrollen naar Pax G. Of je zoekt ernaar door op dat vergrootglas te klikken. En je tikt in Pax G. Pax met een X. En dan de G. Dan zie je hem al staan, Pax Gold. Dit is de Pax Gold Wallet. En je ziet mijn Pax Gold Wallet op crypto.com. Dus in deze app, mijn custodial wallet, waar ik dus niet zelf de keys van heb. Die is op dit ogenblik leeg. Er staat voor 0 euro in. Maar dat gaan we nu veranderen. Ik ga nu op dit ogenblik Pax G kopen. Dat doe ik door hierboven op Buy Pax G te klikken. En ik kan nu op drie manieren dit doen. Ik kan het meteen kopen met een creditcard. Dan betaal ik, er is wel een limiet aan de hoeveelheid die je dan kunt kopen. Dat geldt trouwens sowieso, want ze hebben ook niet een onbeperkte hoeveelheid Pax G. Ze moeten steeds weer nieuwe Pax G kopen om deze service te kunnen aanbieden. En je kunt op dit ogenblik maximaal voor 14.000 euro per week aan Pax G kopen. Je kunt het dus doen door een creditcard te gebruiken. Op dit ogenblik, volgens mij is dat tot eind september zo, maar ik ben niet zeker, dus check dat altijd even. Op dit ogenblik betaal je dan ook geen commissie. Je ziet dat in het groen staan, de kosten van 3,5% worden kwijtgescholden. Maar ik ga het dus doen met mijn crypto wallet, met die bitcoin die ik erin heb staan. Dus ik klik op crypto wallet. En in crypto wallet zie ik nu staan dat ik bitcoin heb, namelijk voor 0,017 bitcoin. En je ziet ook onder, en dat is super verwarrend, zie je staan insufficient balance. Oftewel, ik heb blijkbaar te weinig tegoed. Ja en nee, ik heb te weinig tegoed in bitcoin om nu 0,1 Pax G te kopen. Want dat kost 0,0177, zoals je erboven ziet staan. En ik heb maar 0,0170, zoals je eronder ziet staan. Kortom, te weinig, maar dat betekent helemaal niks. Het enige wat je doet is je klikt op Pax G. En dan dus op 0,1, daar heb ik op getikt eigenlijk. En dan zie je een schermpje verschijnen waarin je exact kunt opgeven voor hoeveel je wilt kopen. Bijvoorbeeld, ik wil 0,01 Pax G kopen. Nou, dat zou kosten veel minder dan dat. Alleen dat zit onder de limiet. Ik moet minimaal kopen. Even kijken, is dat zo onder de minimaal 0,0106. Dus als ik dit doe, dan werkt het wel. Nu zou ik wat kunnen kopen. Daar betaal ik niet al te veel voor. Dat zie je erboven staan. 0,00189 bitcoin. Maar wat ik wil doen, is alles wat ik aan bitcoin heb op dit ogenblik gebruiken om Pax G te kopen. En dan tik ik hier op max. En nu zie je in één klap daar staan dat ik 0,09613 Pax G ga aanschaffen. En je ziet er ook onder staan dat dit een zogenaamd low volume token is. En dat betekent dat het zomaar kan zijn dat als jij meer koopt, veel koopt of veel verkoopt, dat je daarmee de prijs op deze exchange omhoog jaagt of naar beneden jaagt, omdat er niet zo heel veel in wordt gehandeld nog. Maar dat gaat ongetwijfeld veranderen. Het kan heel goed zijn dat jij die melding niet meer ziet. Als jij deze video ziet, bijvoorbeeld een tijdje in de toekomst, eind van dit jaar, eind 2020 of zo. Dus ik zal voor de zekerheid nog één keer laten zien, want misschien ging dat wat snel. Ik ben via dit scherm hier, cancel. Ik ben via dit scherm met het MCO-logootje onderin, de middelste, ben ik op mijn overzicht gekomen met Quick Links. Ik kies voor Wallet, de eerste optie. Dan krijg ik een overzicht van alle wallets die ik heb. Pax G staat daar niet bij, omdat ik geen Pax G in deze app heb zitten, in deze wallet hier. Dus ik zoek even naar Pax G, dat doe ik zo. Nu heb ik gezocht. Nog steeds een lege wallet, maar nu kan ik kopen. Ik kan nu buy doen, dus ik koop nu. Ik krijg die rare insufficient balance melding te zien. Ik tik op 0,1, ik kan ook op dat euro's ding tikken. Toetsenbordje verschijnt. En nu kan ik, en soms verschijnt het wel, soms verschijnt het niet. Er zitten best wat bugs in die app. Nu zou ik, misschien moet ik eerst even de hoeveelheid veranderen. Dat is al niet zo heel, dat zeg ik al eerder tijdens een vorige video. Het werkt niet altijd heel erg lekker. Zo, kijken of het nu wel werkt. 1, 2, okay, nog steeds niet. Kijken hoor, wat hier fout is gegaan. Ik ben blij dat dit soort dingen live gebeurt, terwijl ik dit soort dingen check. Heb ik al een opdracht klaarstaan? Nee, dat niet. Ah, mijn fout. Ik probeer hem nu met euro's te kopen. Allemaal live deze video's, ik ga ook niet snijden of zo. Dat is dus een foutje dat je vaak maakt als je dit doet. Ik moet natuurlijk op crypto wallet tikken, hier in het midden. En nu werkt het wel. Je ziet onderin staan dat dit hoeveelheid bitcoin is die ik zou kunnen uitgeven met dat vinkje erachter. Als ik dat liever even zelf met de hand wil aanpassen, druk ik even op dat 0,012 wat er nog stond.
Tik op max. Heb ik nu gedaan en nu kan ik precies zien wat ik krijg als ik nu besluit te kopen voor de huidige prijs. Ik tik op buy, krijg nog een bevestigingsscherm te zien. Dat moet ik binnen 15 seconden accorderen, bovenaan rechts. Je ziet die tellen lopen. Heb ik nu gedaan, confirm. Hij vraagt om een pascode, dat gaat bij mij via Face ID. En nu heb ik zojuist daadwerkelijk een beetje goud aangeschaft. Ik tik erop en dat zie je dan vervolgens ook. En dit is een probleem met die app. Die app doet het niet altijd goed, daar kom ik zo meteen even op terug. Nu zie je dat ook als je even naar beneden tikt en refresht. Dan zie je dat ook verschijnen in die app. Ik heb nu zojuist voor bijna €160 aan goud aangeschaft. En nu ik dat eenmaal heb gedaan, zou ik kunnen besluiten om dat goud door te sturen. Want nu heb ik niet de beschikking over de sleutels. Kortom, het is nog niet mijn Pax G. Het is nu eigenlijk nog steeds van MCO, van crypto.com. En het liefst wil ik dat goud toch wel in mijn eigen wallet hebben. Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Hij staat nu ook in deze lijst natuurlijk. Ik tik erop en ik zeg nu transfer. En waar moet het heen? Dan zeg ik, nou weet je wat, stuur het maar naar een externe wallet. En kies maar gewoon mijn eigen wallet. Een van mijn eigen wallets. Ik druk op withdraw. Ik krijg weer hoeveel wil ik withdrawen. Alles wat ik heb. Ik druk op withdraw. Ik druk nog een keer op withdraw. Ik moet bevestigen. Dat heb ik hierbij gedaan. Wachtwoord intikken. En met een beetje geluk verschijnt er nu een groen scherm. Nu is mijn verzoek om dit naar mijn eigen wallet te sturen is ingewilligd. Of nee, is alleen maar doorgekomen. Ik krijg nu een mailtje waarin staat van, hey, je hebt zojuist verzocht om geld over te maken. Als dat niet jouw verzoek was, mail ons dan nu. Dan kunnen we nog even wat doen. Als je binnen een paar minuten niks doet, dan vindt de transactie plaats. Dan krijg je een tweede mailtje dat het geld weg is bij hen. En dan zie je het even later binnenkomen huppelen in je Exodus Wallet. Nou, dat is eigenlijk hoe het werkt. Dat is eigenlijk alles wat het is. Meer dan dat is het niet. Het is dus niet heel moeilijk, maar het vereist wel even een paar stapjes die je moet nemen. Die wil je waarschijnlijk in het begin klein doen met wat minder, zodat je een beetje het gevoel krijgt. Nou, stel je hebt geen Bitcoin, maar een andere munt. Wat je dan wil doen is, of je stuurt die andere munt naar je crypto.com wallet en handelt er daarin op dezelfde manier als dat je net goud hebt gekocht. Of je stuurt Bitcoin erheen. Je kunt, en dat is heel bijzonder, je kunt niet met MCO Pax G kopen. Je zou zeggen MCO, dat is de leidende munt achter dat hele crypto.com project, achter die MCO Visa debitcard. Die kun je dus vast en zeker overal voor gebruiken. Nou nee dus, je kunt, voor zover ik heb gezien op dit ogenblik, en dat kan misschien nog veranderen, maar op dit ogenblik kun je alleen met Bitcoin daadwerkelijk ook Pax G kopen. Maar nogmaals, misschien heb ik er één of twee gemist. Als je andere munt hebt gevonden waarmee je via de wallet of via de wallet app Pax G kunt kopen, laat het even weten in de reacties onder deze video of in onze Telegram chatgroep. Het is altijd interessant voor mensen om dat te zien. Oké, tot zover hoe dit werkt. Als je hier vragen over hebt over dit gedeelte, aarzel niet en stel ze onder de video. Nog even wat die Visa card betreft. Ik zei het al, ik heb daar een uitgebreide video over gemaakt. Die link vind je op die cryptocoiners.nl/goudpagina. Maar even heel snel als je afvraagt, wat is dat nou precies? En je hebt die video gemist. Dus deze kaart. Dit is de groene die ik hier heb. Er bestaan dus allerlei verschillende kleuren. En elke kaart heeft zijn eigen voordelen. En heeft ook zijn eigen kosten tussen aanhalingstekens. Nou, het mooie is, het kost eigenlijk niks. Alleen bepaalde kaarten vereisen dat, om ze te kunnen krijgen, je een hoeveelheid MCO, dat is hun token, de token van crypto.com. 1 MCO kost op dit ogenblik ongeveer $3,5, geloof ik. Maar je moet er een aantal vastzetten voor een periode van 6 maanden... om zo'n kaart te kunnen krijgen. De kaart krijg je meteen of vrij snel, maar die tokens staan 6 maanden vast. Dus stel je wilt zo'n rode kaart hebben. Die blauwe kaart die hier staat, die is 100% gratis. Die is van plastic, kun je ook niet zoveel mee. En dan krijg je ook geen starttegoed. Maar als je die link hebt gebruikt van CryptoCoiners en je wilt een rode, groene of blauwe of enzovoort enzovoort kaart krijgen, zo gauw je zo'n kaart hebt aangevraagd en dus een aantal tokens voor 6 maanden hebt vastgezet, krijg je meteen $50 aan startegoed gestort. Dus die kun je meteen uitgeven. Dan kun je er zelfs meteen goud voor kopen als je dat zou willen. Wat dat verder betreft, het is de kaart is niet echt, het is wel een crypto debitcard. Maar het is niet dat je in de winkel komt of bij de Starbucks, je rekent je koffie af en het wordt meteen omgerekend. Nee, wat je doet, en je zag mij dat net over, je zag het misschien, ik kan het scherm nog even bijpakken. Je ziet dat hier ook in mijn app staan. Dit zijn mijn wallets. En zie je dat ik hier onderaan bij MCO Visa Card ook daadwerkelijk €89,05 heb staan. Dat is mijn euro te goed op de kaart. Dat heb ik hem op de kaart gestort door wat Bitcoin te verkopen, of MCO te verkopen, ik weet niet wat ik verkocht had. En vanaf dan kan ik, omdat het op de kaart staat, ermee betalen. Er komen wat opmerkingen overigens over betalen met die kaart door CryptoCoiners die de kaart al hebben. Een typisch voorbeeld is,
gebruik maken van die kaart om bij een zelfservice tankstation te betalen gaat op één voorwaarde, dat je minimaal een tegoed van 150 euro hebt. En dat wordt meteen afgeboekt. Alle 150 euro zijn weg. En de volgende dag krijg je het weer terug, min het bedrag dat je voor je tank hebt betaald. Dus dat zijn een paar dingen waar je rekening mee wilt houden. Maar ik heb de kaart al gebruikt om hotelovernachtingen te betalen. Om op bol.com of Amazon ermee te kopen. Werkt echt allemaal prima. En dankzij die cashback, en ik heb dus de groene kaart met wat meer cashback, krijg je gewoon lekkere kortingen. Altijd heel leuk. Dus het enige wat je wilt weten, of een van de belangrijkste dingen, is dat je dus niet rechtstreeks met Bitcoin betaalt. Je doet zelf even die trade, zeg maar, in de app, om je crypto om te zetten naar dollars of euro's. Die zet je op de kaart en dan kun je gaan betalen. En wat ik al zei, als je zo gauw je een rode of hogere kaart hebt en daar dus wat voor hebt gesteekt, wat Bitcoin of wat crypto, wat MCO, 6 maanden hebt vastgezet, heb je recht op die cashback. En die kan aardig oplopen. De zwarte kaart, dan moet je een waanzinnige hoeveelheid crypto vastzetten. Die levert je volgens mij op dit moment ruim 5% cashback op. Kortom, dat gaat hard. Je krijgt ook trouwens toegang. Je kunt toegang krijgen tot de business class lounges als je vliegt. Je kunt voor niks. En als je de duurdere kaart hebt, de blauwe of de witte, dan kun je dat zelfs met een partner doen. Als je de goedkopere kaart hebt, de groene, dan moet je voor je partner betalen, maar zelf krijg je gratis toegang. Met de rode kaart krijg je gratis Spotify. Met de groene kaart heb je Spotify en Netflix. Opnieuw op één voorwaarde. Je moet wel steken en ook blijven steken. Kortom, in de praktijk blijkt eigenlijk dat je het beste af bent met, door 50 MCO, ongeveer 175 euro, permanent te steken. Een groene kaart probeert te bemachtigen. Dus je moet een korte tijd, 6 maanden lang, eerst even wat meer steken. Maar vervolgens krijg je wat extra cashback omdat je een groene kaart hebt. En een leuke cashback omdat je de voordelen van een rode kaart hebt. Kortom, dat is daar heb je gratis Spotify bijvoorbeeld. Altijd leuk. Dus dit even, maar meer zie je in die video over hoe het allemaal werkt. Een paar dingen die je wilt weten. En dan stop ik echt met die MCO debitcard, want er is een video over gemaakt. Een paar dingen die je wilt weten is, je moet even wennen aan het systeem. Het is niet zo heel moeilijk, maar het is ook niet zo heel intuïtief. Kortom, je moet zelf eerst crypto naar fiat omzetten. Dat gaat niet automatisch. De app loopt soms een beetje vast. Of niet, hij loopt niet echt vast, maar hij is traag. Dan moet je updaten. Dat zag je me net doen. Niet alles is heel intuïtief. Je zag mij net een fout maken toen ik probeerde om goud te kopen. Toen deed ik dat per ongeluk met fiat, dus met een creditcard, in plaats van met mijn crypto. Kortom, je moet even opletten. Dus dat zijn de nadelen. En het laatste, maar dat zei ik net dus al, als je ooit overweegt om dit te doen en als je sowieso een account wilt hebben bij hun, omdat je daarmee pak scheef wilt kopen, zodat je goud hebt, dan kun je het beste meteen maar deze link gebruiken. Dan heb je altijd die mogelijkheid om, als je ooit later die kaart aanschaft, die $50 gewoon meteen bijgeboekt te krijgen. Dan krijg je $50 aan goud gratis van CryptoCoiners. Wat wil je nog meer? En als laatste, wat ik leuk vond, dit werd eigenlijk net voordat ik begon met de voorbereiding van deze video, werd gepost in een van onze Telegram groepen. Dit is van Alex. En Alex zei, ik heb mijn kaart inmiddels binnen. Je ziet hem hier staan op een fantastisch toetsenbord trouwens, Alex. Een gamert, kun je duidelijk zien. Tijdens een praatje op een barbecue hadden ze het over Bitcoin. En bijna iedereen zei letterlijk, wat is dat dan? Waar is die Bitcoin dan? En ik toverde die metalen kaart uit mijn zak en ik zei, kijk, hier is mijn Bitcoin. En de discussie was voorbij. En dat is exact de ervaring die ik ook heb. Vandaar dat ik zo'n mooi bericht vond. Als mensen mij ook vragen, van, ja, maar waar is dan jouw crypto? Hoe kun je dan wat doen met je crypto? Laat die kaart zien. Nou, hier staat mijn crypto op. Kunnen we nu iets mee gaan kopen? En dan zijn mensen meteen, ah, want dan wordt het opeens, hoewel het alleen maar een kaart is, dan wordt het opeens heel levendig. Dan snappen mensen dat dit gewoon geld is. Dat je hier daadwerkelijk ook iets mee kunt doen. Oké, wat langere video in vergelijking met de meeste video's die ik maak. Maar ik vond het belangrijk om hier wat tijd aan te besteden. Want ik weet dat heel veel mensen hebben aangegeven het leuk te vinden om ook in goud te gaan. En dankzij Pax G is het eigenlijk nog nooit zo makkelijk geweest om dat te doen. Het is heel leuk om in je eigen wallet, ik gebruik dan Exodus, maar er zijn meer wallets, gewoon eigenlijk te kijken hoe het gaat met de koers van je goud. En als je daar meer over wilt weten, raad ik je aan om even te gaan naar deze pagina, www.cryptocoins.nl/goud. Daar vind je eigenlijk alle links die je nodig hebt om dit te gaan doen. Links naar de Paxos.com website, links naar de Monaco wallet, nog wat links naar de whitepaper enzovoort enzovoort. En als er bepaalde dingen veranderen op dit gebied, dan zorg ik er altijd voor dat deze pagina is bijgewerkt, zodat je altijd de laatste informatie hebt. Je kunt ook vragen hierover stellen trouwens in onze Telegram groep. En dan raak je tot slot aan. Als je deze video interessant vond, abonneer dan even op dit kanaal. Dan krijg je van YouTube automatisch meldingen als je even op dat belletje drukt. Als er nieuwe video's zijn. Ik hoop dat je het interessant vond. Ik spreek je snel weer. Of bij ons CryptoCoiners Café elke woensdag. Of bij de volgende video. Tot dan. Happy trading. Veel plezier met het jagen naar goud. Ik spreek je snel. Dag.